Busless project. Daar is er al de ontwikkeling van de nieuwe brede school heeft daar plaatsgevonden. De uitbreiding van de brede school, of de school die er stond en de ombouw tot een brede school. Op het voorterrein is de bedoeling om daar een appartementencomplexje te ontwikkelen. Waarin een 24-tal appartementen ondergebracht gaan worden. Ik woon tegenover de dokter, dan woon ik hier. Ja, en als je ziet hoe ze nou... 23. U heeft dit jaar nieuwe buren gekregen. Ja, en dan is dit de dokter. Ik mag even wel hartelijk welkom heten hier vanavond in deze nog vrijwel nieuwe school. Een school die een aantal jaar geleden gerealiseerd is hier. En die op dat moment al de helft was eigenlijk het project wat we hier gingen realiseren op deze locatie in Oost. Maar op het moment dat de school gereed is en de ruimte hiervoor waar helemaal leeg is, alle noodgebouwen weg zijn en de omgeving is ingericht, dan gaan we door met het tweede deel van het project hier. En dat is de inrichting van de busles hier aan de voorkant. Daarvoor zijn inmiddels een aantal plannen gemaakt en die willen we u vanavond gaan laten zien. Een belangrijk deel van de avond zal ingevuld worden door de ontwerpers van het gebouw. We hebben daarvoor Jan van Donschot en Casper Philipsen van het bureau van de Pauwbord bereid gevonden om dat vanavond hier toe te lichten. Aan de hand van schetsen, tekeningen, maar ook aan de hand van de maquette die u wellicht al heeft zien staan, daar op de tafel. Als gemeente hebben we als programma van IJzer neergezet 24 appartementen. Gemeentebreed is er een inventarisatie gemaakt van alle woonwensen die er zijn, van alle woonbehoeften, alle woningen die er nodig zijn. Al een tijd geleden is voor deze locatie vastgesteld dat we behalve de uitbreiding van de school, dat was fase 1, fase 2, 24-tal appartementen gaan worden. Dat er een tekort is aan bepaalde type woningen met name. Ik zou uit mijn hoofd van 2015 bijvoorbeeld zou een tekort zijn van rond de 250 huurwoningen. Puur voor de name starters, jongeren, in ieder geval in de sociale sfeer. Dit is uiteindelijk de totale bouwplek. Dit is iets gewoon wat vrijer, dus we hebben eigenlijk een mooie ruimte als voorplein. En we hebben nog een parkachtig, een tuinachtig gebied. Waar het gebouw los in staat. Je ziet eigenlijk de hele maquette. Je weet wat in de hoogte voor te stellen hoe dat gebied met de trein gebouwd is. Je staat dan straks heel goed. Ik wacht heel even, dan kun je even het beeld in de omhoog zien. Een van de belangrijkste vragen, wat mij betreft, is nog niet, die hebben we niet gehoord. Hoe hoog kan het worden? Dit is 3 lagen, dit is 4 lagen. Het noordhoge gebouw is echt 5 tot 6 lagen, maar wij vinden dat het gewoon niet nodig is op die plek. Maar we zouden het echt prettig vinden om 1 laag hoger te bouwen, omdat zeker als we kennispunten langs gezien hebben, het gebouw ook een beetje hoogte moet hebben. En er zijn 2 appartementen naast elkaar, dus het is vrij gelijk volume. Het is niet zo dat het totale complex 4 lagen hoog wordt. Dus ik heb gezegd dat dit deel is niet hoger dan dat dak, lager dan zelfs. En dit deel is natuurlijk 1 laag hoger. Wat is de raming hoe de huurprijzen komen liggen van deze appartement? Doorkijken. We laten binnen, dus ik ga maar achterin staan. Komt u maar. Nee, wat wij met de gemeente hebben afgesproken is dat die voor in ieder geval een huurprijs kennen dat een alleenstaande nog gebruik kan maken van de huurtoeslag. En als ik me dan even nu een bedrag noem, dan zal dat tussen de 4,50 en 4,50 maximaal mogen zijn. Dus dat zal daaronder liggen. En dat betekent dat iemand met een minimuminkomen die woning kan betrekken. En daar is hij ook voor bedoeld. Ja, dan ga ik toch daar iets verder in, want de gemeenteraad viel nu net. We hebben als gemeenteraad in 2004, in april, raadsbreed aangenomen dat er een nieuwe gebouw zou moeten worden voor de echte jongeren
die dus alleen wonen en die ook willen wonen, die niet tot hun 30ste bij hun ouders blijven wonen. We hebben toen gezegd, dat kan als de huurprijs onder de 350 euro blijft. En dat betekent dat het misschien wel appartementen zijn die niet twee slaapkamers hebben, maar één. Want ik denk nog steeds dat 450, 500 euro stevig bedrag is voor iemand die echt jong is. En dan praat ik over 21, 22, 23 ja. jaar, veel, hoor. Die alleen willen wonen en die kunnen daar gewoon helemaal niet betalen. Nee. Maar wat de ingang is, zeg maar de eerste bouwlaag van het lange stuk, die kunnen zeg maar uiteraard vanuit de parkeerplaats zeg maar naar binnen. Correct. Maar ook voor de tweede, de eerste en de tweede woonlaag zeg maar van het lange blok, die moet een klein blok naar binnen. Ja. Waar heb je daarvoor gekozen? Het heeft te maken met dat je moet een traphuis maken, je moet een lift maken. Ja. En zo die dubbel moet. We hebben het over de huurprijs gehad, daar komen we in ieder geval ook op terug. Daar moeten we nog even naar kijken, want ik denk dat die opmerking helemaal terecht was. Wat is de bedoeling van deze appartementen? Dat is inderdaad die starters mogelijk maken om weer een huisvesting in Nuenen te vinden. Maar dan moet het ook wel prijstechnisch aan voldoen natuurlijk, dus daar komen we in ieder geval ook op terug. Het aanbod van onze kant ligt er om zolang we met de uitdekking verder gaan en in ieder geval ook met de conclusies van vanavond meenemen om een tweede informatieavond te organiseren. En dat zou dan ergens in april zijn. In de tussentijd.